Meer? Ja? Kom eens naar beneden. Gaat het? Wat? Hij lag gewoon in die bak naast de tv. Ik heb de 100 keer gekeken. Hallo! Kiekeboe! Nog met nu, papa! Ik heb net mijn koffieapparaat met nieuwe bonen gevuld. Dat zijn dus de bonen die McDonald's gebruikt. Die vind ik echt super lekker. En ik ga nu even mijn eerste cappuccino maken met deze bonen. Ik ben zo benieuwd. Oh, laat ons dan heerlijk starten met cappuccino, hè? Oh, Esther heeft er helemaal geen zin meer in. Nee. Mag mama een smaaktest doen? Een smaaktest heel snel? Heel snel, heel snel. Nee. Zo, ik heb Esther in naar bed gebracht. En toen mocht ik lekker koude koffie gaan drinken. Zeg maar goedemorgen, Esther. Goedemorgen. Gaan we jou klaarmaken voor de dag vandaag? Ja, ja, hè? Heeft Lira jou wakker gemaakt? Lira heeft hem wakker gemaakt. Van zijn dutje. Hey. Wat ben je vrolijk, hè? Heb je lekker gegeten? En lekker geslapen? Oh, wat mooi, Esadi. Wat mooi word jij vandaag. Even kijken. Hoe gaan we dit doen, Esadi? Ga jij vandaag je eerste schoentjes aandoen? Ja! Vandaag gaat Esther zijn eerste UX aandoen. Leeuwtjes, echt zo cute. Volgens mij past hij deze. Dus we gaan het proberen. Hier komt Esther met zijn nieuwe schoentjes. Wat mooi. Wat mooi. En wat ruik jij lekker. Wat ruik jij lekker. Hi. Nou guys, ik heb me even kunnen omkleden, maar hij is heel erg onrustig. Dus ik heb geen tijd gehad om mijn haren te doen, zoals je ziet. Maar ik wil heel graag met hem wandelen, want het is heel lekker weer buiten. De zonnetje schijnt. Het liefst haal ik lekker bloemen en een smoothie ergens, maar ik heb niet echt een leuke wandelroute hier. Oh, Sadie, het is zo zielig voor jou. Maar ja, wij gaan lekker wandelen nu. Is dat goed? Vind je het leuk om mama te wandelen? Ik ben echt zo blij dat we even uit huis zijn. Het is namelijk echt heerlijk weer. Guys, over naar de slaapkamer. Ik heb even alle ramen los gedaan om het even hier lekker te laten luchten. Want ik ga even mijn bed verversen. Vind ik altijd zo fijn met het weer. Zoals jullie weten hebben wij een nieuwe boxspring van Emma Matras. Die bevalt echt super goed. We hebben de Signature boxspring helemaal zelf samengesteld. Mooie houten poortjes in het beige. Die krijg je inclusief de hybrid matras. En dit is de beste geteste matras volgens de Consumentenbond. En wij hebben apart nog de topper aangeschaft. En guys, dit is een life changer. Ik slaap echt zo goed. Zoals jullie zien is het hier iets veranderd. Want tegenwoordig staat hier ook een co-sleeper. En dat is natuurlijk omdat Esther hier naast ons slaapt. En de paar uur, als ik geluk heb, die ik pak elke nacht, is voor mij echt zo belangrijk. Dus voor mij op het moment echt het belangrijkste om gewoon echt te investeren in mijn nachtrust. Het is me eigenlijk zo goed bevallen dat ik ervoor heb gekozen om gewoon alles van Emma aan te schaffen. Dus ik heb ook even kussens aangeschaft. Niet geheel onbelangrijk voor je nachtrust. Ik had hiervoor echt een flutkussen. Ook heb ik alle beddengoed van Emma aangeschaft. Dus ik zal jullie even laten zien wat ik allemaal binnen heb gekregen. Wat betreft kussens hebben we hier de Diamond kussen. Die is voor Nessie, want die houdt altijd van een stevigere kussen. Op de Emma website vind je dus de hardheidsgraad en hierbij staat dus stevig. En daar hou ik persoonlijk niet zoveel van, want ik hou echt van heel zachte fluffy kussentjes. En ik kwam dus zelf uit op de wolkenkussen. En het is dus letterlijk alsof je op een wolk ligt, staat er. Dus ik wil deze heel graag uitproberen.
Voordat ik mijn bed ga opmaken, wil ik nog even vermelden dat ik natuurlijk een kortingscode voor jullie heb. En dat is Mirjam10. Ook heb ik een link in de beschrijving genoteerd. Mocht je iets willen bestellen, dan kan je daarop klikken. En dan kan je mijn kortingscode Mirjam10 gebruiken. Ik ga even snel mijn bed opmaken. Natuurlijk ook Estelle's bed. En dan kunnen we vannacht lekker heerlijk slapen. Ik was echt zo benieuwd naar de wolkenkussen. Guys, kijk alsjeblieft hoe fluffy. Ai. Dan heb ik dus de Emma dekbed. Wat ik heel erg belangrijk vind is dat deze wasbaar is en geschikt is voor alle vier seizoenen. Alle beddengoed is trouwens van 100% percal katoen. En daardoor is het allemaal heerlijk zacht. Deze meid gaat vandaag zo lekker slapen. Oh guys, het is zo heerlijk. Oh, ik wil het liefst nu slapen. Ik had net trouwens echt een error, dat is echt voor de nieuwe moeders denk ik. Ik was dus bezig met mijn bed opmaken en toen dacht ik, oh mijn god, waar is mijn baby? Mijn neus is dus even weg met de asset. En ik kreeg gewoon even paniek, ik dacht misschien heb ik hem gewoon beneden laten zitten of zo in zijn eentje. Echt dikke paniek, dat is echt mommy brain. Maar nee, ik kan nu echt hier een heerlijk dutje doen tot ze terugkomen, maar dat is echt niet normaal guys. Deze kussen, perfect. Een hele goede morgen. Wij zitten weer in de auto. Ik begin elke keer mijn vlog in de auto. Wij zijn onderweg naar Den Haag. We gaan vandaag even winkelen. Daarna gaan we even naar Westfield Mall. Oké, we zijn dus nu bij de Mackie. En Nessie is dus aan het vasten. Mijn knie. En ik moet van hem, dat moet ik dus letterlijk van hem, van de McDonald's de Pop Dots uitproberen. Wat zijn dat, Nessie? Pop Dots? Ik denk van die donutballen. Ik weet dus niet eens wat ik heb besteld, maar ik moet het dus van hem proeven. Let's go. En ik heb de smaak triple chocolate en stracciatella. Dus ik laat jullie zo even zien hoe het eruit ziet. Yes, guys! The reveal of my pop tart. Heel spannend. Ik heb een camera, dat is wel een beetje. Ja. Heel mooi, hè? Even kijken. Even laten zien. Oh, het is rond en het is hard. Oeh! Oh! Stracciatella. Oh. Ga je die eerst proeven? Ja. Mm. Is dat de donut? Mag ik ruiken? Oeh, yes. Oeh, hij ruikt naar donut. Oh, dit is niet normaal. Dit is een donutbal. Oh, dat is niet normaal. Hier moesten we niet aan beginnen. Oh, mijn mond is... nog maar een keer. Oh. En die andere? Oh. Dit is... Oh my days. Triple chocolate nest. Oh. Ik zweer op alles. Als hier chocolade in zit. Dit is zo lekker. Ik ga hem vanavond halen. Oké. Okay. Goeie hap. Oeh, er zit chocolade in. Oh my days. Ruik het? Oh. Yeah. Right, geslaagd? Lekker weer vandaag, hè? I love it. Waarom ben je niet op mijn vlog? Huh? Waarom film je niet ons gewoon? Met ik heb daar gewoon geen zin meer in. No. Dit is ook gezellig. Hey, coco massage. Oh, nice. Oh, heerlijk. Retreat. Het is ook een van die mooie vestigingen. Het is vandaag wel echt lekker weer, hè? Heerlijk. Love it. Love it. Oh, yeah. Love it. Kom vast erbij. Are you sleeping, Estelle? Pop tots erbij. Oh, yeah. Een hele goede morgen, guys. Daar zijn we weer. Zet in de bek. Zie je hem? Oh, het is zo leuk dat ze hem in de spiegel kunnen zien. Wij zijn onderweg naar Antwerpen. We zijn echt zo lang niet ergens heen gegaan. Zeg maar zo ver. En we wilden heel graag weer naar Antwerpen. Want ik ga erheen voor mezelf. Ik wil graag een cadeautje voor mezelf kopen. Ik wil heel graag een ketting laten maken met de naam van de Zet. Die droppen wil ik echt nog heel. Oh, yeah. Ik heb al een ketting met de N erop van Nessie. Van Nico. Maar ik wil, dit is echt heel fragiel en ik wil het gewoon echt even mee laten maken. Dat het echt heel mooi wordt gedaan, dat het een beetje stevig is, bla bla bla. En we gaan erheen voor Nessie's cadeautje. Nessie is volgende week jarig. Dus ik dacht, we gaan vandaag toch naar Antwerpen. Dus dan ga ik gelijk zijn cadeautje kopen en ik weet al wat ik moet halen voor hem. En ik vond het echt wel fijn dat hij gewoon erbij is als ik het haal. Dan kan hij zelf een beetje passen en zo. Spannend, hè? Dat is een beetje de planning. Maar eerst een keer dacht je weg met de SN erbij. Ik hoop dat het een beetje goed gaat.
twee de zon gaat schijnen. Dat was zo'n rot weer, net. Ongelooflijk. Hoe jij dat ook maar zo hebt gezegd en het gebeurt. Snap je? Ja, echt. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Nee, het blijft gewoon zo. Wij zijn aangekomen in Antwerpen. We hebben een heel mooi parkeerplekje gevonden buiten. Ja, heel handig. En ik wil even melden dat mijn uitgroei echt heel heftig is. Ja, ik heb het ook. We hebben allebei ook echt grijze haren. Oh man, Esther, die maakt ons oud. Ja, echt. Nou, let's go. Let's go. Ik hoop een leuke dagje. Ik vind dat je het opnieuw moet doen. Opnieuw? Ja? Yeah? Hij is wel echt eruit. Hij is echt midden op straat. Ik ga hem best doen, hè? Kijk hoe ik net moest uitstappen. Gewoon zo midden in de plas. Oh, kijk hoe perfect dan. Nice! Het is heerlijk weer. Oh, een city! Welkom in Antwerpen, voor het eerst. Oh, sorry. He is mad. Ja, hij zei die in Antwerpen. We zijn niet geslaagd, hè, voor jou? We zijn nog niet geslaagd. Nog niet. We gaan gewoon lekker rondkijken. Ja, we hebben lekker tijd. Wat doet deze? We hebben hier een takumi gevonden. Lekker aan het eten. Messen aan het vasten. We zijn Asadi aan het voeden. Hij had zoveel trek. Zo lief. En we hebben ook een leuke beschot. Zie je hem? Go! Hi Asadi! Asadi in Antwerpen. Oké, guys. Wij zijn net terug van Antwerpen. En ik heb echt een mega leuk pakketje binnengekregen. En ik kan echt niet wachten om dit te unpacken. Want ik wacht hier echt al maanden op. Oh my god, guys. Ik vind het zo spannend. Dit is dus het beeldje die ik heb laten maken bij Le Bump van toen ik zwanger was. Oké, dit is dus het pakketje. Oh my god. Kijk hoe mooi. Ja, dit ga ik echt gewoon forever bewaren. Het is zo speciaal. 1, 2... Oh, wow. Oh, nice ass. Yes. I love the ass. Maar eerlijk, hij is mooi, hè? Heel mooi. Echt heel mooi. En Sandy, kijk, dat was jij vroeger hier in de buik. Oh. Dat was jij. Hier in de buik. Oh, wat mooi. En nu ben je zo groot. Oh, wat mooi. Nu ben je zo groot. Kom eens hier, baba. Kom hier, baba. Ik was aan het filmen en toen gebeurde dit. Nee, mama. Ik heb hem net schoon gemaakt. Maar er zit letterlijk kots over zijn hele gezicht. Nou, kijk, gadverdamme. Waarom? Jij moet nu ook douchen. We wouden hem net in bad doen. Maar nu moet Nessie hem ook douchen. Hey baby. Hallo. Hi mama. Guys, na het badje moest ik echt kei snel koken. Ik heb even manten gemaakt voor Nessie. En hij gaat nu eten.